Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Malt with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over hoeken berekenen in figuren met meerdere driehoeken. In deze video ga ik je laten zien hoe je hoeken kunt berekenen als je een figuur hebt met daarin meerdere driehoeken. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. We hebben driehoek ABC, die zie je hier ook getekend. En in die driehoek is hoek B 30 graden, dat zie je hier. En hoek C is 52 graden. Dat zie je hier zo. Verder is AD de bisectrice van hoek A. Nou, hier zie je AD getekend. En AD is de bisectrice. Dus A1 en A2 zijn hier even groot. En dat zie je ook hè, met die kruisjes daar zo. Dat betekent dat het is even groot is. De opdracht aan ons is: bereken hoek D1 en hoek D2. Dus we moeten deze weten en deze. Hoe gaan we dit aanpakken? Nou, wat altijd helpt bij dit soort vragen. Als je niet in één keer weet wat je moet doen, is om gewoon te kijken: wat kan ik hier allemaal uitrekenen? Nou, we weten hoek C en we weten ook hoek B. En als je deze lijn die hier loopt even wegdenkt, dan hebben we hier één grote driehoek. Dat is driehoek ABC. En eerder hebben we geleerd dat alle drie de hoeken van een driehoek samen 180 graden zijn. Dat noem je de hoekensom van een driehoek. Dus hoek A Plus b plus c samen moet 180 zijn. Nou, dan kan ik ook uitrekenen hoe groot heel hoek a is. Dus dat is hoek a 1, 2. Dan gaan we meteen even netjes opschrijven. Dus we noteren. Hoek a 1, 2. En dan zit je even van die kleine 1 en 2 zo erbij. Om aan te geven dat het om die hele hoek gaat. En hoe vind ik die hoek? Nou, daarvoor neem je het totaal. En in totaal is een driehoek 180 graden. Dus we doen. 180 graden, min deze en min deze. Dus je doet min 30 graden en min die andere en die is 52 graden. En als je dat uitrekent, kom je uit op 98 graden. Dus dan nou weet ik hoe groot die hele hoek A is. En ik ga dat ook even in de tekening erin zetten. Dus deze helemaal is 98 graden. Wat nog wel even belangrijk is in de notatie, is ten eerste, schrijf het op zoals ik het doe. Dus je zet eerst die hoek neer, hoek A12 is, dan de berekening en vergeet die gradenboogjes niet en dan hier je antwoord. Maar eigenlijk moet je daarachter nog even neerzetten welke techniek je hier hebt gebruikt. Bij mij past het niet erachter, dus ik zet het even eronder. Dus dan doe je even tussen haakjes en wat hebben we hier gebruikt? Dat noem je de hoekensom van een driehoek. Want in totaal was het 180 graden, hè? dat noem je de hoekensom van een driehoek. Dus ik noteer, wat heb ik hier gebruikt? Dat is de. Hoekensom van een driehoek. En dat moet je er dus altijd even bij zetten, want je moet altijd even uitleggen welke techniek heb je precies gebruikt. Nou, nu weet ik hoek A1, 2, dus ik weet ze nu in totaal. Maar ze zijn allebei even groot, dus nu kan ik ze ook allebei apart van elkaar uitrekenen. Hoe doe ik dat? Nou, daarvoor moet je die 98 door de helft doen, want dan krijg je ze allebei. Dus dat gaan we ook even netjes noteren. Ik schrijf dan op. Stel dat ik wil weten hoe groot is hoek A1. Wat doe ik dan? Dan doe ik 98 gedeeld door 2, want ze zijn allebei even groot. En 98 gedeeld door 2 kom ik uit op 49. Denk aan de notatie. Hè? Bij die 98 moet je even een gradenboogje neerzetten en bij die 49 ook. En verder moet je hier achter tussen haakjes even uitleggen welke techniek je hebt gebruikt. Wat hebben we hier gebruikt? Nou, we hebben hier gebruikt dat AD de bisectrice is. Want die zorgt ervoor dat ze allebei even groot zijn. Dus tussen haakjes noteer je dan: ik heb gebruik gemaakt van de bisectrice. Want dat is de techniek die ervoor zorgt dat je die hoek zo door tweeën kunt delen. Dus nu weten we hoe groot A1 is. Dat ga ik ook even in de tekening zetten, want die is dus nu 49 graden. En dan weten we natuurlijk ook hoe groot A2 is. Maar A2 hebben we bij deze vraag helemaal niet nodig. Het zou kunnen hoor, je kan het gebruiken, maar ik ga iets anders doen. Want we kunnen nu d1 al uitrekenen. Want d1 zit in een driehoek met a1 en met c. En met z'n drieën samen moet het weer 180 graden zijn, vanwege de hoekensom van een driehoek. Dus dat kunnen we natuurlijk wel even uitwerken. Dus we gaan noteren. Ik weet nu hoek d1, want voor d1 doe ik het totaal, dus dat is 180 graden, min de ene hoek, dat is die hoek a1, die is 49 graden, en min hoek c. En die is 52 graden. En dat komt dan uit op in totaal 79 graden. En dat is hoek D1. En zetten we daarachter weer even. Welke techniek hebben we gebruikt? Dat is opnieuw de hoekensom van een driehoek. En dan heb ik nu al het eerste deel van de vraag opgelost. Want ik heb al berekend hoe groot D1 is. Dus die zet ik er ook even in. Dus deze hoek is bij ons nu geworden 79 graden. Nu nog D2. Nou, D2 zit hier, hè, dat is de andere kant van D1. In totaal is heel hoek D 180 graden. Want hoek D is een gestrekte hoek, hè, een rechte lijn. En een rechte lijn is altijd 180 graden. Dus nou kan ik ook D2 uitrekenen. Want D2 is het totaal, dus 180 graden. Min D1, min 79. Dus ook dat gaan we even netjes opschrijven. Dus we noteren hoek D2. Is gelijk aan een gestrekte hoek, dus 180 graden, min wat we al weten, dat is 79 graden. En dan kom je uit op 101 graden. En de techniek die we hier hebben gebruikt, tussen haakjes, is de gestrekte hoek. Want het gaat over een rechte lijn, hè? Dus je schrijft nog even op: gestrekte hoek. En dan hebben we de twee antwoorden gevonden, namelijk de grootte van D1 en D2. En dan zijn we klaar met deze vraag. Dus wat hebben we gezien? Een aantal belangrijke dingen. Eerst wat belangrijk is, is je pakt die schets erbij en je gaat gewoon kijken, wat kan ik allemaal uitrekenen. Want vaak zeggen mensen, ja ik zie niet zo goed wat ik hier moet doen. Nou, er valt ook niet zo heel veel te zien. Je moet gewoon kijken, wat kan ik hier uitrekenen met behulp van de gegevens die ik heb. En soms scheelt het dan als je net als wij net deden, oh doe alsof a deden niet is. Dan heb ik één grote driehoek en dan kan ik met de hoekensom heel hoek a berekenen. Als je heel A weet, doe je hem door de helft, dan heb je de bisectrice. Die gebruik je dan. Dan heb je die twee halve stukjes, dus A1 en A2. Dan kun je vervolgens hier zo de hoekensom van een driehoek gebruiken voor D1 en gebruik je de gestrekte hoek voor D2. Let goed op hoe ik het uitwerk, zet overal die gradenboogjes bij, schrijf tussen haakjes op welke techniek je gebruikt. En als je de vraag op deze manier uitwerkt, dan krijg je alle punten op het proefwerk. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!